Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say, Happy New Year. Daar zijn we weer, deze keer met onze Fender. Fender is een ventje van een maand of 7 oud, ongeveer. En dat is ongeveer, want ook Fender is hier als zwervertje binnengekomen. Dus we weten helemaal niks over wat zijn verleden is, waar hij vandaan komt. Wat hij gewend is, of die kinderen gewend is, of die met een andere kat woonde. We weten eigenlijk niks over hem. Het enige wat we weten is wat we hier zien. En dat is dat het een ontzettend leuke kat is. Die heel sportief, heel speels en heel actief is. Fender wil graag spelen, lekker bij je zijn. Zich opkrullen in een fijne krabpaal. En genieten van het leven. Fender is waarschijnlijk niet geschikt voor bij kleine vogeltjes. Misschien ook niet bij grote vogels. We gokken dat hij daar achteraan gaat. We weten nog niet of hij per se in een tuin wil of dat hij echt naar buiten moet. We moeten echt alles nog uitvinden over deze jongen. Maar kom gerust kennis maken, want dan val je net als wij als een blok voor deze knappe jongen.